Welkom bij de enige podcast waarvan geen enkele van de leden, nou ook maar een enkele andere Nederlandse podcast luisteren. Hadden we niet een andere intro? Ja. Het is niet welkom bij de Nachtdromers podcast, de enige podcast waar de host niet naar andere Nederlandse podcast luisteren. Welkom. Goedenavond en welkom. Welkom bij de Nachtdromers podcast, waar de enige podcast is waar de host niet luistert naar andere Nederlandse podcast. Is dat enthousiast genoeg? Ja, dat was goed. Ik had een gedachte een uur geleden. Ik was op werk en ik moest even de werktelefoon in mijn bus hebben. Maar ik moest ondertussen ook eventjes gewoon even bukken om wat dingen bij te vullen en weet ik veel wat. En ik was dus bang dat ik per ongeluk iemand zou bellen met de telefoon in mijn bus. Maar toen dacht ik ook, hoe raar zou het zijn dat je gebutdialed gaat worden door een bedrijf. Dat is toch wel een heel apart iets. Dan moet je in de telefoon staan, wil dat moeten kunnen, denk ik. Ja. Maar het is gewoon toch raar om door een professioneel bedrijf gebutdaald worden. En dat je echt gewoon denkt, oh shit, dit is een grote marketingbedrijf waar ik mee samenwerk. Oké, ik zal het even opnemen. Hallo? En hoor je echt in de achtergrond hoor je echt een... Ondertussen nog even mensen praten over een weekend. Ja, dan denk je gewoon, what the fuck is dit dan weer? Wie op die manier? Het is een beetje net zoals die scam call centers, waarin dan in de achtergrond gewoon iemand anders dik gescamd hoort worden. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, maar ik neem ook niet echt op. Nee, je hebt van die YouTubers die van die scam callers allemaal bellen en dan zo lang mogelijk bezig proberen te houden. Of hun proberen te scammen om het gewoon tables te reversen. De rollen om te draaien, dat is het woord ervoor. En daar heb je altijd in de achtergrond dat je letterlijk gewoon andere mensen hoort schreeuwen tegen die oude vrouwtjes die niet weten wat ze moeten doen. Wat best wel een beetje sneu is om dan door te hebben van oh fuck, andere mensen worden op dit moment wel gescamd terwijl ik er bewust van ben en gewoon een beetje probeer te kloten. Ik heb dat dus nog nooit gehad. Nee, ik ben ook nooit gebeld door hun. Dat is wel... Eigenlijk heb ik nog nooit echt een scam... Ja, ik wou zeggen, niet nooit een scam ervaring meegemaakt. Dat is een dikke leugen, maar... Ik ben nooit gebeld door van dat soort mensen. Anyways, ik heb een paar dingen die ik opgeschreven heb die we bij langs kunnen gaan. Maar ik weet niet, misschien kunnen we ook wel eventjes lekker gaan kletsen over wat we hebben meegemaakt in het leven. Ik heb gisteren gelopen. Damn. Dat was iets. En hoe beviel dat? Hoe gingen jouw benen? Ik had uiteindelijk de verkeerde schoenen aangedaan. Dus mijn voeten deden wat pijn aan het einde. Maar voor de rest, dat was best wel gezellig. Dat was ongeveer mijn week. Wat was jouw week? Mijn week. Ik heb geen idee. Ik heb niet veel spannends gedaan. Dat is wel het hele ding. We zitten dus nu op die fucking BeReal app. En dan ga je pas echt actief nadenken over hoe je een beetje interessant kan overkomen. Op dat ene specifieke moment. En dan zit je realiseer je elke keer van, oh, ik zit eigenlijk elke avond gewoon achter mijn laptop. Of ik zit elke avond gewoon een beetje dom half te slapen in een stoel. Yes. En dan zit je echt een beetje denken van, oké, hoe kan ik nog een beetje doen dat ik lijk alsof ik geïnteresseerd blijk te zijn in mijn leven. Gisteren was het echt gewoon, ik dacht van, weet je, ik moet wel een beetje een soort nieuwe foto maken. Dus dat ik mijn hoofd uit het raam steken, want dat gaat een verschil maken. Ja. Ik vind het bij mij dus wel meevallen. Ik heb inderdaad heel veel van die foto's waarvan ik denk van, wauw, hier gebeurt niks. Maar ook heel veel waarvan ik denk van, wauw, ik heb toch echt wel wat gedaan. Ik heb je terug naar je hele maand en denk van, wow. Toen was ik bij de sportschool en toen had ik gegeten en toen was de Eurovisie en toen had ik gegeten en toen heb ik gegeten, maar dan met meer mensen. Toen had ik met Nelson gelopen. Voor de mensen die trouwens luisteren als er mensen zijn, BeReal is dus een app waar je op een willekeurig tijdstip een melding krijgt om een foto te maken aan de voorkant en achterkant bij de camera's. En... dan kunt iedereen van je vrienden of iedereen openbaar kan dus zien wat jij hebt gepost. Ja, download het en voeg me toe. Ja. Ik krijg vast van jullie aanbevolen. Nee, sowieso niet. If you know me. And if you don't, you don't. Ja. You will never get to know me. I probably know someone you know, but I won't know you. Yeah, I know where you are, but you don't know who I am.
Dat is toch het ding. Je kan iedereen op deze hele aarde kennen door 7 mensen te kennen of zo. Dat heb je letterlijk in de vorige aflevering over gehad. Dus ik ken jou. Wie je ook bent, ik ken jou. Het zal niet lang duren voordat ik jou ken. Succes. Dit is een waarschuwing. Kijk, we hebben het hier wel eerder over gehad. Niet in de vorige aflevering trouwens, wel iets eerder. Maar ik had het context je moet dus nog wel de goede route weten te vinden om die 7 te vinden, langs te gaan. I will. Je kunt niet zomaar zeggen, ik wil deze persoon kennen en dan in één keer 7 personen uitzoeken van, oh ja, dit is... I will. Hoe zou je, stel dat je bijvoorbeeld een Hollywood celebrity zou hebben. Hoe zou jij die 7 personen terugzetten totdat jij bij jou bent? Dan zou je dus waarschijnlijk gaan naar iemand die dichterbij is, maar een minder hoge rol heeft of zo, omdat je dan makkelijk ook kunt benaderen. Dus je zou zeggen bijvoorbeeld een manager van die beroemdheid. En dan zou je misschien gaan naar een familielid van de manager van die beroemdheid, die misschien wat avontuurlijker is en ook ergens naar het buitenland is geweest. En toevallig ook naar Nederland. Nou, wat je wel kan doen, bijvoorbeeld heel veel acteurs of heel veel mensen kennen in ieder geval meestal wel heel vaak één dezelfde persoon. Bijvoorbeeld heel veel acteurs hebben Tom Holland ontmoet en dit en dat. Dus zeg maar, als je dat soort anchor points hebt, dan is het wel te doen. Wat valt onder het kennen van iemand? Ja, oké. Dus je hoeft niet echt te kennen natuurlijk. Als ik zeg van, ik ken jou omdat jouw moeder doet... is wekelijks op een theekrantje bij de vader van mijn... Jesus Christ, man. Van mijn nicht, weet je wel? Maar ik denk zelf dan juist dat het meer is van... als je echt die persoon wilt opzoeken via die 7 personen... dat je ook echt een persoon moet vinden die dan ook een nummer heeft van het volgende persoon. Dus dat je bijvoorbeeld niet kan zeggen van... oh ja, deze acteur die toevallig in ons lokale dorp... de hand heeft geschud van een van mijn buurmannen. Dat kun je niet zeggen, want dat is niet echt kennen. Ja, inderdaad. Dus het is gewoon dat zij kunnen zorgen dat jij met hun in contact komt. Ja. Als jij zegt van... als, zeg maar, ik dus jou ken... jij kan mij het nummer geven van iemand die jij kent... die mij het nummer kan geven van iemand die hij kent. Ja. Het is... één zo'n spel dat ik eens heb gespeeld. En dat was dus Do Not Feed the Monkeys. Ja. En in dat spel is het dus de bedoeling dat je dus camera's observeert. En kijkt naar wat mensen het gedrag is van verschillende mensen. En dan kun je daar woordjes uitpikken. En die woordjes kun je dan internet voor gebruiken om meer informatie op te zoeken. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld iets over hun naam. En dan zie je in de achtergrond het logo van het bedrijf waar ze werken. En dan kun je naar de bedrijfswebsite kun je hun naam opzoeken. En via die naam kun je dan weer... hun adres vinden en zo kun je dan helemaal achterhalen wat hun hele geschiedenis is of wat hun hele leefomgeving is eigenlijk. En dat is ook wel weer een interessant iets. Want dan heb je bijvoorbeeld dat je dan in contact komt met een lokale journalist die dan toevallig ook weer afweet van de telefoonnummer van een beroemde celebrity. En zo kom je dan weer in contact met die celebrity. Dus het voelt wel, het voelt ook wel heel erg in die richting. Van ja. Eigenlijk heb je totaal geen verstand van wie deze personen zijn, maar zo weet je wel via weer in contact te komen. Contant te komen. Nee, maar dat is, ja. Ik denk dat er heel veel makkelijkere manieren zijn om natuurlijk met iemand in contact te komen. Vooral omdat je het internet hebt waar je gewoon met vreemden in contact kan komen als je dat zou willen. Mm-hmm. Dus ja, maar dat moet je ook maar net willen natuurlijk. Ik heb niet echt veel behoefte om mensen te ontmoeten via het internet. Nee. Ik kan me 100% voorstellen dat mensen dat wel hebben. Niet vanuit een manier, niet, je wil wel mensen ontmoeten om gewoon een beetje te weten van hun leven misschien, maar je hoeft niet als vrienden te worden of niet eens het andere. Ik zou liever vrienden worden dan zeg maar gewoon een beetje weten van hun leven. Als je ook gewoon naar de comments kijkt op heel veel YouTube video's of Twitter of Reddit of zo, denk je van, oh ja, ze hebben hele interessante verhalen, maar dat is waarschijnlijk het hoogtepunt van hun leven geweest. Nee, dat bedoel ik inderdaad ook eigenlijk. Ik bedoel ook meer van wat we hebben gemaakt. Bijvoorbeeld als ik een persoon zie die een beetje een interessant verhaal heeft gepost of een beetje een interessante video heeft, bijvoorbeeld ook voor content creators, dat ik wel meer erin duik en gewoon te kijken wat een beetje hun leven inhoudt. Maar ik hoef niet persoonlijk contacten met hem op te nemen of ik wat. Ja, precies. En ik vind het sowieso altijd magische verhalen van mensen die elkaar ontmoeten via het internet. Ja, dat is ook wel een one in a million. Wel, ja, fair. Ja, misschien ook niet trouwens. Ik doe gewoon geen moeite om het zeg maar überhaupt voor elkaar te krijgen. Dus misschien valt het wel mee. Mm-hmm. Ik zou het niet kunnen weten. Het voelt ook wel een beetje moeilijk om in contact te blijven met mensen op het internet. Over het algemeen is het natuurlijk ook dat je op het internet last hebt van parasociale contacten en zo. Dat je wel met
influencers denkt een beetje dat jij wel onderdeel bent van hun leven, maar natuurlijk ben jij geen deel van hun leven. Ja, heb je al vaak. Alleen andersom natuurlijk wel iets meer, omdat je heel veel van hun kijkt. Maar je hebt ook gewoon, als je bijvoorbeeld iemand ontmoet online, dat het natuurlijk heel moeilijk is om in contact te blijven met die persoon, omdat het basically een long distance relationship is. En dan niet alleen voor een letterlijke relatie, maar ook voor like, vrienden en zo. Ja, ik denk dat het afhangt van de manier dat je ontmoet natuurlijk. Want ik heb hier dat je in heel veel games, bijvoorbeeld GTA of zo, als je mensen in een lobby tegenkomt, dan is het makkelijker, want dan heb je al meteen een beetje het idee van, oh, dit is hoe de persoon is. Terwijl als je bijvoorbeeld dat wel iets meer. TikTok, ja, dan heb je echt het idee van, oh, hij is geïnteresseerd in mijn content, maar ik weet eigenlijk niks van hem, weet je wel. Dat is ook alweer een deel, maar het is wel, als je bijvoorbeeld dan iemand ontmoet in like een Call of Duty server of zo, dat je wel die persoon en jouw relatie waarschijnlijk alleen maar vastzitten binnen dat spel. Vaak. Maar dat hoeft niet, denk ik. Ik ken wel iemand die ook echt wel bevriend is geraakt met mensen die het helemaal niet kenden uit Portugal of zo. En die, nou, die hebben ze ook een keer ontmoet, zeg maar, het echt. Nou ja. Ik weet niet hoe dat verder is gelopen, maar. You know. Ja, het is wel interessant. Maar het is, in mijn ogen is het heel erg moeilijk om dat soort mensen te vinden. Ja, fair. You know, waar je echt mee kunt in contact mee blijven voor een langere periode. Ja. Ik weet wel dat het, ik weet bijvoorbeeld dat wel, ik heb heel veel Gmod gespeeld en heel veel op servers gezeten. En geen enkele van die personen ben ik echt, waar ik dan daarop mee heb gesproken, heb ik echt buiten die game en buiten zelfs die specifieke server verder meegekletst. En dan was ik ook niet echt, had ik ook niet echt in mijn hoofd natuurlijk, dat ik echt van plan was om met deze persoon langer om te gaan natuurlijk. Maar het is wel gewoon een beetje van, oh ja, hier eindigt het. Maar ja, misschien is je het wel wil, misschien. Ik weet niet, ik zoek er natuurlijk niet naar. Maar misschien als je er wel naar zoekt, van... Nou, nu zit ik ook geen online spellen meer te spelen trouwens. Dus dat moet ik ook even melden. Nee. Maar stel dat ik dat wel doe, misschien dat ik wel gewoon iemand tegenkom. Mm-hmm. Het gaat gewoon automatisch, neem ik aan, als het al zo gaat. Ja, wat ik nog wel een keer misschien wil doen, is een zo'n bordspellen community joinen. Dat lijkt me nog wel een keer grappig. Oh, ja. Nee, klopt. Zijn we ook wel online wel veel communities waar je wel gewoon snel in geaccepteerd kunt worden. Ja. Yeah. Wat wel weer nice is. Ja, ik heb dan het idee van, als je zo snel mensen accepteert, wordt de groep dan niet veel te groot, veel te snel. Dat is wel waar. Dat is ook een beetje het lastige, want ik heb natuurlijk wel een beetje ervaring gehad met verschillende Discord servers joinen waar ik interesse in had. En het is wel inderdaad wanneer de server te groot wordt, dat het dan moeilijk is, omdat je dan steeds meer nieuwe mensen erbij komen. En iedereen is natuurlijk enthousiast om te kletsen, dus dan komen hun in één keer. En dan heb je het gevoel dat als je een week lang niet meer online bent geweest, wat bij mij was, dat je dan in één keer denkt van, oh fuck, ik weet niet meer al deze mensen zijn. Alle oorspronkelijke mensen kan ik ook niet meer vinden. En je verliest een beetje het contact met iedereen. Maar je hebt dan ook weer van die hele kleine servers. En dan is het gewoon dat er eigenlijk zo weinig mensen zijn dat er helemaal heel weinig in de gesprekken gehouden worden. En dan verlies je ook het contact. Dus dat is ook een beetje... Het is moeilijk om een succesvolle online community op te zetten. Ja. Dus daarom is het ook knap dat mensen dat voor elkaar houden. En meestal worden die communities dus ook... zijn dan ook rondom een actief onderwerp gefocust. Dat het dan ook bezighoudt. Dus het is niet alleen van, oh ja, wij zijn een community dat gewoon samenkomt als groep om samen te zijn en samen spellen te spelen. Maar ook gewoon een community die dan geeft om deze ene specifieke creator of deze ene specifieke spel of dat ene specifiek onderwerp. Dat is iets wat ze dan samenhoudt en bezighoudt. Dat is natuurlijk wel... Ik heb het idee, als je dan in zo'n Discord komt, dan vind je dus uiteindelijk je mensen. Maar is het dan niet zo dat je uiteindelijk gewoon daartussen weer de mensen vindt die het leukst vindt? En dan daar dan mee blijft, zeg maar. Het is uit mijn ervaring... Ik heb dus ook niet heel veel ervaring, moet ik zeggen. Maar ja, ik ben dus wel een paar servers actief geweest. En het is wel in mijn ogen... Ik was dan heel erg gefocust op art. En gewoon wat dingen creëren en gewoon een beetje fanart maken en zo. Want dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dus daarom ben ik ook meer naar de artrichting van het kanaal gegaan. En daar heb ik ook meer van die mensen ontmoet. Dus het is ook, je vindt je eigen hoekje er binnenin. En dat is het leuke aan Discord, dat je allemaal verschillende channels hebt binnen het server waar je dan heen kan gaan. Dus als je meer houdt van fotografie of zo, dan kun je daar naartoe als er een plek voor is. Ja, en als je meer houdt van gewoon kletsen, dan kun je gewoon general ingaan. Of de voice chats. Dus ja, inderdaad vind je wel een beetje je niche binnen in de niche. Want te veel mensen, dat kunnen heel veel mensen niet aan als je met te veel mensen
Want dat is het ding. Ik heb wel eens geprobeerd om eens een Discord te joinen. Maar dan kijk ik daarin en dan heb ik eigenlijk gewoon... Ik weet niet waar ik ooit moet vandaan halen om iets in te zeggen. Mm-hmm. Ook al zijn het mensen waar ik best wel geïnteresseerd in ben. Soms gooi je er gewoon heen in een Discord groep en dan word je gewoon volledig genegeerd. En soms is in één keer van, een nieuwe persoon. Wie is dit? En dan word je er gelijk mee getrokken. Ja, maar ik neem aan dat hoe groter de Discord, hoe kleiner die kans. Ja, nee, dat heb je ook vooral met de Discord servers van Discord zelf. Die heel algemeen zijn. Voor de cast servers en dat soort spul. Daar heb je het echt zo erg actief willekeurige mensen die eigenlijk helemaal niks gemeen hebben. Het enige wat ze gemeen hebben tussen elkaar is Discord zelf. Maar dan heb je ook dus hele rare gesprekken tussendoor. Want als je niet echt een onderwerp hebt om rondom te kletsen van, kijk, laten we het hebben over de nieuwste video die deze persoon heeft geüpload of weet ik wat. Dan ga je meer over algemene levensdingen praten. En als je heel veel mensen hebt die niet echt dezelfde interesses hebben, dan gaat het in één keer een hele rare richting op van politieke discussies en levensproblemen en dat soort dingen. Dat lijkt ook een beetje apart. En als je daar dan als nieuwe persoon tussen wil springen in één keer, dat voelt niet oké. Okay. Ja, precies. En dat lijkt me dus ook gewoon totaal niet leuk. Nee. Al die mensen die dus constant over politiek hebben en dit en dat. Mm-hmm. Ja hoor, ik vind het best een keer leuk om erover te praten. En daar niet van. Maar als het alleen maar erover gaat. Van, weet je nog... dit is actueel. En dan gaan ze meteen door op van... Dat heeft hiermee te maken. En dat is dan politiekachtig. Welkom bij de Nachtdromers podcast. De enige podcast die niet van politiek houdt. We zijn vast niet de enigste. Nee, vast niet. Maar de vorige aflevering zeiden dus dat dit de laatste aflevering zou zijn. En dat is het ook. Natuurlijk gewoon voor de... dat is het ook, ja. Uiteraard. Nou, het is niet de laatste aflevering. Het is gewoon de laatste aflevering waar ik in zit. Dus de volgende aflevering is gewoon alleen jou. Ja. Het is gewoon de laatste aflevering die canon is, zeg maar. De rest is allemaal al fanwritten. Ja, precies. Dan moet je nog zorgen dat je... ook de goede hebt, want dan gaan we nog een tweede extra uitbrengen die dan niet zeg maar compleet canon is, maar wel dezelfde karakters heeft. En dan zeg maar ook komen er nog meer met achtergrondverhaal en krijgen we natuurlijk. De director's cut, ja. Yeah. De prequels, de director's cut, eigenlijk dat soort spul. Anime, Netflix adaptation. Er komen veel dingen aan. Ja. Yeah. Maar allemaal op basis van deze laatste 7 afleveringen. Ja, want er is zoveel gebeurd de laatste 7 afleveringen. En daarna komt, dan is echt in één dag komt die hele chaos van dit. En dan daarna heb je 1 aflevering wat gewoon alleen jou is. Die in één keer probeert de chaos te verwerken. Het is niet eens de NDB's en al die andere shit die dan eruit wordt gebracht. Dat zijn niet eens dingen die allemaal met elkaar related te zijn. Ze gaan allemaal een eigen spin-off, een eigen richting. Het is een cinematic universe die uiteindelijk niet samenkomt. Cinematic universe die niet samenkomt, dat klinkt zo grappig. En jij denkt op het laatst, ga je gewoon een 15 minuten lange podcast. Welkom bij aflevering 8 van de Nachtdromers podcast. Ik weet niet wat de fuck er gisteren gebeurde. Ik praat gewoon over mijn dag. Gewoon niks anders. Ja. Weet je, vanochtend stond ik dus op met een klein beetje hoofdpijn. En ik dacht, moet ik wel even naar school vandaag? Dat weet je dan, dan is de hele podcast verder. 3 uur lange podcast, by the way. Het is extended version. Ik denk dat mensen dat leuk zouden vinden. Dat weet ik niet, ligt eraan. Er is wel eens zo'n reclame van een podcast die ik krijg. Die is een persoon die dan in zijn eentje het heeft over onderwerpen. Maar dat zijn ook allemaal weer politieke onderwerpen, weet ik veel wat. Ik heb er nooit naar geluisterd, maar ik heb wel de reclame ervan gezien. Die kreeg ik altijd in de aanbevolen van andere podcasts. Ja. Maar dan denk ik ook van, in je eentje een podcast beginnen is toch wel weer een... Ik weet niet. Je moet er wel echt een goed idee, een goed concept voor neerzetten om dat goed te kunnen uitwerken. Dat is wel... Nou, dan was... heb je natuurlijk van die verhalenpodcasts. Die zijn wel leuk als je gewoon in je eentje hebt. Ja. Je hebt ook natuurlijk heel veel van die D&D-podcasts. Nee, precies. Maar daar... dat heb je ook niet met één persoon, toch? Nee, dat klopt. Maar dat is ook meer, zeg maar, dan is het ook niet zoals dit. Nee. Dat zijn inderdaad, dat bedoel ik ook met een goed concept neerzetten. Je hebt ook echt een verhaal om mee voor te kletsen en zo. Maar als je kunt niet gewoon zomaar erin springen zoals wij dat vaak genoeg doen. met zonder voorbereide onderwerpen en dan kijken of we er iets uit kunnen halen.
Ja, want zelfs nu is het soms dat ik denk van, oké, waar de fuck moet het eigenlijk over hebben? En als je dan in je eentje zit, dan denk je van, ja, wat moet ik nou? Dat klopt, dat zou ik ook echt niet kunnen natuurlijk. Denk je dat je überhaupt 1 uurtje zou kunnen volkletsen? Ja, misschien met voorbereiding wel. Maar misschien ook als ik er zin in heb. Ik denk echt, like, zo uiteen zou ik het niet kunnen. Maar misschien als ik, I don't know. Als jij in je eentje zou moeten beginnen, waar zou je het dan over hebben? Zou je dat verhaal vertellen of zou je gewoon like, een uur lang gewoon improvisatie... Ik zou zo'n hele chaotische gewoon shit denken. Gewoon van... echt zo'n weet je wat, van die inspiratie... Of niet, van die improvisatie sessies, weet je wel. Dat je dan met meerdere mensen hebt, maar dan in je eentje. En dan gewoon supercursed ook gewoon. Je doet ook gewoon alsof er een publiek is. Ja, precies. Ja, jij daarachterin, wat is de voorbereide woord dat jij hebt? Nou, gewoon heel veel gesprek hebben over, misschien over de goden, of misschien over hoe een nagelschaartje toch net wat te scherp is voor nagelschaartjes. Ja, dat zou ik een uur lang naar willen luisteren. Ja, maar dan ga je automatisch over naar het volgende. Van, ja, en weet je wat ook nog te scherp is? Dan ga je over naar de jalapeno pepers of zo. Ja. Creatieve transition. Ja, precies. Gewoon transitions die, omdat je niet meer kan praten. Ik denk dat ik zelf dan gewoon verhalen zou uitschrijven. Ik heb altijd al het idee gehad om like een Reddit ding te starten. Zo'n, hoe heet het ook weer? Zo'n groep. Zo'n r/. Wat is de naam daarvoor? Voor like een subreddit, als het woord. Oh, dat bedoelde je. Moeilijk woord. Ja. Ik had altijd al gedacht om like iets zoals een subreddit te beginnen. Maar het zou ook een Discord server kunnen zijn of weet ik wat. Met allemaal mensen die dan nep historische dingen zouden mogen uploaden. Dus like de assassination van mensen die nog leven. Of mensen die al lang overleden zijn, maar dan gewoon op andere reden. Of like hoge catastrofische dingen die in de toekomst zouden gebeuren. Like bijvoorbeeld de, weet ik veel, de ontploffing van de Heinz-fabriek of zoiets. Like, en dan like een heel elaborate, maar wel redelijk realistisch verhaal van wat er mis is gegaan. En like... wie er allemaal overleden zijn en wat er uiteindelijk de gevolgen ervan waren en hoe like, de verkoop van de producten verder zou gaan of zoiets, weet je wel. Maar gewoon allemaal verschillende soorten valse berichten. Ja, precies. Die dan wel net een beetje niet overtuigend zijn in een titel, dat je als je het hoort dan denk je van oké, dit is een beetje raar. Dit is waarschijnlijk niet echt, maar dat als je het verhaal leest dat het wel in ieder geval zo realistisch mogelijk overkomt. Ja, precies. Je toch wel denkt van, oh, dit zou ook uit de toekomst kunnen komen. Maar dat moet me een beetje denken. Er is zo'n subreddit, dat is gewoon letterlijk lies. En dan liegen ze gewoon keihard. Er staat een foto van Obama. En dan zeggen ze van, this is my friend Eric, of zoiets. Mm-hmm. Like, dat soort spullen. Dat is gewoon heel stom en heel snel ook gewoon. Like, dat is wel echt gewoon peak comedy op dit moment. Ja. Nou ja, ik zal dus zoiets nemen, maar dan niet vanuit de reden vanwege comedy. Ja, misschien ook wel lichtelijk vanwege de rare titels die je zou krijgen zo. Maar meer vanwege gewoon dat mensen echt gewoon een beetje hun storybuilding talenten kunnen uiten. En like, gewoon coole verhalen zou kunnen vertellen. Het zijn een soort van de AOG stories die soms gemaakt worden. Die zijn ook van die hele rare, interessante verhalen die soms gebaseerd zijn rondom fabrieken of rondom bedrijven en dat soort spul. En dat je dat dus ook een beetje op een kleinere schaal kunt doen. Als je bijvoorbeeld denkt van, oh ja, ik heb dit concept voor dat bijvoorbeeld het Apple-bedrijf stiekem, weet ik veel, camera's in een AirPod stoppen of zoiets. En hoe dat een impact heeft gehad. Dan zou je dat soort dingen kunnen... Ik denk dat dat nog weer iets te realistisch is. Ja, je kan wel een, like, een fake Reddit beginnen waar like, alle... telefoons worden getapt, zeg maar, tussen aanhalingstekens. En dan gewoon doen alsof je like, van bijzondere mensen like, gesprekken hebt gevonden of zo. Ja, dat is ook wel leuk. Je kunt gewoon alle richtingen op. Misschien is ook al een kans dat het bestaat. Ja, dat is zo'n theorie toch. Een hele grote kans dat het bestaat. Is toch zo'n theorie dat alle subreddits al bedacht zijn, zeg maar. Mogelijk. Ik weet niet, maar het lijkt me wel. Misschien moet ik ook gewoon zoiets vinden. Het is niet echt dat ik echt zin heb om weer terug op Reddit te gaan, maar weet je, als ik zoiets kan vinden om daar mee te doen, dan lijkt me wel leuk. Want het is van die, als je dan toch weer teruggaat naar like, participatie binnen groepen, zoals online groepen, communities. Like, als je echt van die groepen hebt die echt
druk bezig zijn met het maken van... Als het echt gebaseerd is rondom het maken van dingen. Van bijvoorbeeld fanart dus. Of echt dingen die iets toevoegen aan de community. Dan heb je ook echt veel meer interactie tussen elkaar. En dat is ook dan... Dat lijkt het ook een beetje groot te lijken. Dus bijvoorbeeld een van de servers waar ik op zat was dus een van die art servers. Waar je dus mensen van die art commission deden van... oh ja, we doen even een wedstrijd soort van. En dan hier is je kleurpalet, hier is je onderwerp. En ga aan de gang en wie de beste heeft gemaakt, die krijgt like €5 of zo. Was niet heel veel. Maar dat zorgde er wel voor. In mijn ogen hoefde het niet eens een prijs te zijn. Dat is het hele ding. Maar als je gewoon mensen persoonlijk aanspreekt en zegt van hier is je challenge... Ga los en daarna gaan we met z'n allen gaan we het lekker bespreken. En gaat het gewoon leuk een soort van museum worden, digitaal. Dat ja, is al gelijk zoveel interactie dat het ook leuk blijft. Maar dat kun je natuurlijk ook niet op een grote schaal doen. Je kan proberen natuurlijk. Ik denk echt wel dat er heel veel subreddits ook van hele grote subreddits zijn. Waar ze dus wel dat soort dingen doen. Maar wat ik dan altijd heb is dat het gewoon heel erg... het gaat dan niet meer echt om jou natuurlijk. Dat heb ik het idee. Hoe bedoel je? Het is dan zeg maar, het is heel algemeen en het is een beetje alsof je meedoet aan een competitie met jouw klas. Of dat je meedoet met een competitie met jouw hele dorpshuis, zeg maar. Met jouw hele dorp, zeg maar. Dat jij niet meer een beetje, jij staat er niet meer uit of zo, jij valt niet. Ja, het is zeg maar minder gezellig. Het is meer dat je echt doet om te winnen dan dat je doet om mee te doen. Ja, ik weet niet. Ik hou er wel van. Nee, ik weet niet. Ik vind het wel een beetje leuk. Lekker een soort van challenge om de beste en de meest opvallende verhalen te bedenken. I don't know, er zit dan wel, ook vooral op de manier waarop Reddit dan is. Je hebt wel echt dat het meer gebaseerd is op foto's en dat soort spul. Dan zit er ook alweer een beetje een soort van charme in om dan terug te gaan naar de minste upvote dingen. En dan gewoon te kijken naar de simpele verhalen die mensen hebben gemaakt als in de eerste poging. Dat is een beetje net zoals ik heb dit verhaal dat ik een tijdje terug heb geschreven. Toen weer nog een keer doorlas en dacht van wauw, dat zitten zoveel fucking typefouten in. En geen logica in hoe dit precies werkt, maar ik vond het wel gewoon leuk om dit door te lezen. Dit was een verhaal over die wereld door sneeuw bedekt was. Maar toen, ja, dat was eigenlijk gewoon een vrij shitty verhaal. Die wel redelijk, ik had het wel redelijk uitgewerkt, maar het was niet heel fantastisch. Maar het was wel gewoon leuk om weer door te lezen. Ik dacht, oh ja, dit weet ik nog wel, ja. En niet alleen vanwege dat het lichtelijk nostalgisch was, of ik van wat, maar ook gewoon de manier van het schrijven was gewoon heel simpel en... Ja, fun. Het was ook wel redelijk, oké. Okay. Ik kan nog wel herinneren dat ik het las en dacht van, hier kun je wel mee. Ja, ik zou het zelf niet doen, maar toch had jij het gedaan, zeg maar. Nee, precies. Maar dat was ook gewoon... En dat past iets minder bij die subreddit in, hoor. Maar dat was ook gewoon een concept dat ik dacht van, oh ja... Of waar ik na die tijd in ieder geval dacht van, oh ja, wat zou wel cool zijn als je een sci-fi verhaal zou hebben van een groep mensen die planeten zou bezoeken vlak voordat ze verwoest zouden worden om er een paar mensen van mee te nemen of ik van wat. Ja, net als een beetje als Loki. Ja, lichtelijk. Dat was ook waarom ik zo echt van Loki hield, omdat het echt perfect overeenkwam met wat ik nou wou overbrengen. Maar dat leek me ook wel gewoon een leuk concept. Gewoon bijvoorbeeld, er is een thuisplaneet en die staat op verwoesten of die... Die weten misschien dat over een paar jaar een planeet gaat verwoest worden, maar ze weten niet precies hoe. En dat het dan nu aan hun de taak is door middel van een bepaalde machine of ik veel wat. Dat ze naar planeten toe gaan die net op het punt staan om echt verwoest te worden. Misschien hebben ze een machine gevonden die kan bepalen wanneer een planeet verwoest wordt. En ze weten dat hun gaat verwoest worden over 5 jaar. Maar ze kunnen ook andere planeten langs gaan en zien bijvoorbeeld, oké, deze is over een maand gaat die verwoest worden en deze gaat over een week verwoest worden. En dan is dan hun de taak om naar al die planeten langs te gaan en kijken wat het overlappende verhaal is binnen waarom die verwoest wordt. Of misschien wat de verschillende soorten manieren zijn waarop ze verwoest worden. Zodat de thuisplaneet dat kan voorkomen. Ja, precies. Dat heb ik wel internet natuurlijk. Dus dat is wel een cool verhaal. Maar ja, dat is... Ja, dat is een Reddit story. Of je kunt er een heel boek over schrijven. Maar... Ja, je kan er best een boek van maken natuurlijk. Maar... Ja. Nou ja, niemand afjatten. Jij hebt het idee, dus jij kan het maken. Dat is hoe het werkt, toch? Ja, maar ik denk niet dat iemand anders het nu afjat dat ik veel recht op heb. Als, dat natuurlijk niet. Maar het gebeurt ook amper. Dat is ook het lastige met... natuurlijk, wij zijn gewoon de gemiddelde mens, I guess. We hebben niet heel veel impact gehad op de sociale wereld en dat soort dingen, right? We zijn niet echt gefocust op volgers. We zijn niet echt gefocust op bekend worden.
we zijn op dit moment ook gewoon eigenlijk at square one en gewoon hadden gewoon zin om te gaan kletsen en het online te zetten. En het lastige is ook van hoe ga je dan de volgende stap maken natuurlijk. Want je hebt natuurlijk van, kijk, dan kom ik nu bijvoorbeeld met het idee voor een subreddit maken. Maar dan is het van, ja, dan zet je dat ding online en dan komt er niemand op, want niemand kent jou. Yeah. Of dat je bijvoorbeeld, ik bijvoorbeeld een idee had nou voor een bordspel of voor een boek. En dat ik denk van, ja, nu heb ik het gemaakt, maar nu is er niemand die het gaat lezen. En dat is wel het hele ding. En dan bijvoorbeeld ook dat je dan het laat zien aan de publisher. En misschien is die publisher wel lichtelijk corrupt of zo. Die denkt van, oké, ik pak het idee en loop ermee weg. En dan denk je van, ja, wat kan ik nu doen? Ik ben niemand. Ja. Dus al in je eentje sta je heel erg zwak op de wereld. Ontwijl, maar op zich moet dat niet, ja. Het zou je niet moeten tegenhouden. Like, je moet, ja, precies. Je kunt niet dat denken en dan denken van, nou ja, dan ga ik maar helemaal niks doen. Maar ja, het is wel een barrière. Ja, het irriteert me soms ook hoe like, machteloos je soms voelt. Mm-hmm. Maar, I don't know, het is niet iets waar... Ik heb heel veel ideeën, maar dat ga ik dus ook maar kleiner uitvoeren. Omdat ik dus denk van, nou ja, ik ben niet zo... Ik heb niet zoveel kansen om het echt te halen, weet je wel. En daarom zeg maar, in plaats van dat ik een heel boek wil gaan schrijven, wil ik dus een campagne maken. Weet je wel, in die richting. Keep it simple. Ja, precies. Maar ja, niet keep it simple, maar keep it small scale. Maar dat is ook simpeler. Je hoeft minder worldbuilding te maken, ja. Ja, maar ja, dat is nog wel gewoon, je werkt je ideeën nog wel even goed uit als ik het zou doen met een boek. Mm. Alleen met een boek schrijf je gewoon heel wat meer tekst. Dat is waar. Een boek schrijven is denk ik een volledige taak. Mm-hmm. Maar dat is inderdaad ook wel een ding, gewoon kleiner, ja, maar, I don't know. Het is een beetje, want het is ook het hele ding is ook dat ik bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld dat je met projecten bezig gaat. En ik dat bijvoorbeeld voor Goal for Friends, dat ik die baan had gemaakt. Ja. Weet je wel. En dat is ook een goed voorbeeld van hoe ambitieus je bezig gaat. Like je gebruikt zoveel mogelijk technieken en je gebruikt... Het is echt raar om over dit onderwerp zo serieus te praten, aangezien het gewoon een domme hobby was die ik vorige week had. Maar ik had dus in Golf with Friends, die golfspel is dus een optie, een sandbox mode waar je dus die baan kan bouwen. En ik had dus heel erg enthousiast dat ik echt sowieso iets van 100 uur of zo in het spel besteed aan die baan. En dan post je het en dan zet je het online en dan uiteindelijk zijn er... Nou ja, in dit geval waren er volgens mij wel iets van 60 mensen die het in ieder geval gedownload hadden. Wat in mijn ogen al redelijk veel mensen zijn natuurlijk. Hey. Maar ja, zo zie je wel van je besteedt 100 uur aan iets maken en uiteindelijk is er een hele grote kans dat niemand het is die het überhaupt gaat zien. Ja, fair. Nou, dat was ook zeg maar wel het ding. Like, jij maakte het omdat jij het leuk vond te maken. Je maakte het niet omdat je heel veel mensen... Nee, klopt. Inderdaad. Maar dat is dus ook het hele ding. Dan moet je jezelf dus niet overstressen met... Oh ja, ik moet het groots doen en ik moet het heel professioneel doen. Je moet het gewoon, je mag doen wat je zelf wil. Maar als je in één keer overworked bent door je eigen hobby... Die je niet eens garantie geeft van dat je er ergens mee verder kunt... Dan waarom zou je het niet gewoon op een kleinere schaal doen dat jij wel zelf aan kan? Want als het toch nergens heen gaat leiden, dan heb je in ieder geval niet jezelf eroverheen echt voor overgewerkt. Ja, of je moet dat willen natuurlijk. Ja, maar... Ik vind het leuk om, als ik iets leuk vind, om er ook echt mee bezig te gaan. Ja, denk ik. Dat is op die manier. Maar ja, als je motivatie weg is en je denkt, misschien brengt het me toch maar nergens heen. Weet je, dan, wat is dan het probleem? Dan toch met een project bezig gaan, dat al jou toch iets meer enthousiast maakt. Als je denkt van, ja, ik wil wel graag... met muziek bezig, maar na een maand lang te hebben uitgeprobeerd, kom ik gewoon nergens en vind ik het eigenlijk ook niet leuk mee. Ja, waarom zou je dan niet gewoon overstappen naar schilderen als je dat toch weer interessanter vindt? Ja. Bijvoorbeeld. Dat is gewoon een beetje een heel stom advies natuurlijk. Maar geef op. Ja. You know, als je niet meer wil, dan stop ermee. Mm-hmm. Dat is het gewoon. Gewoon zoek het uit. Volgende, je vond het leuk, je hebt er leuke herinneringen aan, je vindt het jammer dat je niet afgemaakt hebt. Nou ja, dan ga je over een jaar weer verder, hè? Heb je wel andere ideeën. Nee, dat is inderdaad ook een ding. Je kunt het heel makkelijk kun je het weer oppakken, natuurlijk. Dat is het leuke aan het echte leven, er zitten geen fucking deadlines aan. Nee, precies. Het is ook, wat is het, 10 jaar geleden of zo, dat ik dit keyboard dat hier naast mij stond had gehaald. Eigenlijk helemaal niks mee... Nou, niet 10 jaar geleden. Ik denk dat het 8 jaar geleden was. Maar ik heb niet heel veel... Dat maakt helemaal niks uit. We gaan verder met je verhaal. Ja. Ik had er helemaal niks mee gedaan voor een hele lange tijd. Daarna eventjes weer opgepakt om fucking Mario muziek te spelen. Dan weer helemaal niks gedaan voor een paar jaar. En nu gebruik ik het wel veel meer actief voor muziek. Ja, precies. Dus het is wel gewoon... je kunt gewoon de tijd ervoor nemen.
Ik weet dat de dood onvoorspelbaar is, maar om dat deadlines voor je leven neer te zetten is ook een beetje fucked. Je kunt dan morgen doodgaan, maar als je zeg maar morgen doodgaat, wil je dan je laatste paar jaren hebben besteed aan like, kut taakjes of aan taken die je in het begin leuk vond? Nee. Ja. You know. Ga liever dood met een passie. Ja, en dat, ja, als je dat wil, dan mag dat van mij. Ik hou je niet tegen. Ik vind het alleen maar knapper hoor, als je dat kan. Echt een passie hebben voor altijd. Voor hetzelfde ding. Het kan toch echt niet? Je moet toch een keer like, wisselen? Ja, precies. Dat is ook wel een beetje een ding. Like, je hebt al die muzikanten en zo. Like, als voorbeeld bijvoorbeeld van die grote, zoals Imagine Dragons en zo neemt. Ja. Ik vind dat alle muziek wel oké is, maar wel heel erg vergelijkbaar. En dan denk ik van, weet je, hoe kun je je hele leven naar... Ik weet dat er heel veel geld voor krijgen en dat is een goede motivatie, maar like, als artiest, hoe kun je like, zo lang bezig gaan met hetzelfde? Nou, dat vind ik dan niet het grote probleem. Het is meer, like, ze zijn toch niet... ik weet niet hoe oud ze zijn, misschien iets in de 40, denk ik. Like, ze kunnen nooit vanaf dat ze zeg maar voor het eerst een gitaar hebben gepakt, dat ze zeg maar nu beter zijn. Sowieso dat er ook een keer een moment is geweest dat ze dachten van, ik ga mij nu focussen op een ander ding waar ik heel erg gepassioneerd over ben. Bijvoorbeeld het maken van een... of het fixen van een huis of zo. Mm-hmm. Heel veel mensen hebben daar like, een passie voor een lange tijd. Ja, misschien is dat ook wel het ding dat je niet zo heel veel ziet. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ze maken natuurlijk geld met van wat dit. Wij zien is het echt dat ze gewoon constant met die muziek bezig zijn. En eigenlijk. I mean, Stephen King maakt natuurlijk alleen maar horrorboeken. Maar ik kan me voorstellen dat hij ook best wel een keer naar een kinderfilm heeft gekeken. Hij is natuurlijk ook gewoon filmdirector, natuurlijk ook. Ja, van horrorfilms. Ja, oké. Okay. Ik zie trouwens dat Stephen King één film gedirect heeft en dat was Maximum Overdrive. Hij was ook een acteur in die film. Hij is acteur trouwens in heel veel films. Oh. Ja, nee, cameo's die zelden volgens mij. Ja, dat ja, maar like... Dat zat ook gewoon kleine rolletjes. Maar heeft toch It en zo heeft ook allemaal gewoon direct? Nee, dat is executive producer. Ik weet niet wat dat inhoudt. Ja, ik wist dat hij gewoon erbij was. Ja, precies. Voor feedback. The Diary of Alan Rimbauer heeft hij. Met een exclusive producer. Hij begon in 1981 en was nog steeds bezig. Wat een man. Jezus, je zou maar gewoon... Hoe lang is dat? 40 jaar? Hoe heet die game ook alweer? Je hebt één zo'n game... Ik dacht dat het Maximum Overdrive was, maar dat was zo'n game waar... van die energy drink... veranderde mensen in zombies. En dan moest je eigenlijk helemaal parcouren door de hele stad heen en zo. Ik vond het best wel een leuk spel. Oh, ja. Dat was echt zo'n... zo'n hele trippy game, of niet? Die ook helemaal niet serieus was. Mm-hmm, nee, klopt ja. Het was ook een beetje meer Saints Row-achtig. Was die al ooit populair geworden? Oh, dit is Maximum Overdrive. Oh, die film ken ik wel. Met die rare trucks die tot leven kwamen. Of één zo'n truck. Het is by the way Sunset Overdrive. Sunset Overdrive? Ja, dat is de game die ik bedoel. Niet Maximum Overdrive. Ik heb dat spel nog nooit gespeeld. Nee? Nee, ik raad hem aan. Misschien maar beter. Ja, goed. Is het tijd om de podcast af te sluiten? Afronden? Het zal vast niet een hele lange aflevering, niet anderhalf uur. Vorige aflevering was gewoon zo'n succes. Door deze aflevering niet zo heel erg lang over te doen. Nee, de vorige aflevering was gewoon iets meer... Wat meer random situatie. Dat is een beetje... Het ding is, like, mijn bedoeling vanaf de eerste aflevering was om like, gelijk een beetje een thema gooien. Van oké, we gaan gewoon wat gekke werelden bedenken. Of we gaan gewoon wat rare improvisatiesituaties bedenken. Mm-hmm. Maar dan heb je toch weer van deze zulke afleveringen tussendoor. Waar je dan denkt van ja, nou, het komt toch maar weer op een iets meer serieuze onderwerpen terecht. Ja, maar ja, dat is ook niet verkeerd. Je hebt wel een lekkere afwisseling. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken van deze aflevering. Zag je tegen mij uit. Niet tot de volgende keer. Nee, dit is de laatste aflevering. Je doet het er maar mee. Ja, opgetiefd. Opgetiefd. Adieu. Joejoe. Bye bye.